Deze salade heb ik zo gezien. En flat tire. Hey, en wat leuk dat je kijkt naar de allerlaatste Bali vlog. Dit is onze laatste week in Bali, jammer genoeg. De tijd gaat echt super snel voorbij. Het ene moment denk ik dat we hier al echt heel lang zitten. Het andere moment, zoals nu, denk ik echt, wat is de tijd echt snel gegaan. We zitten hier nog maar zo kort. We zitten in het nieuwe verblijf. We zaten gisteren eigenlijk in een ander verblijf. Als je de vorige vlog hebt gezien, zag je dat we in een ander verblijf zaten. Het ziet er niet uit zoals deze. Het verblijf was toch niet helemaal lekker voor ons. Ten eerste instantie was de badkamer echt heel vies. De toiletbril en zo ging mee. Het zag gewoon niet zo uit zoals we de foto's hadden laten zien. En daarnaast hadden ze ook geen scooters voor ons. Dan kunnen wij niet zoveel. We zijn weggegaan. Toen heb ik en mama even rondgekeken op de scooter die ze daar wel hadden. Haar scooter hadden we geleend, maar ze hadden geen scooters voor ons. Ik word hier aangevallen door een mug. Toen hebben we dus even rondgekeken bij een hotel en dit verblijf waar we nu zijn. Daar hadden ze gezegd dat we wel scooters konden huren. Nu achteraf valt het best een beetje tegen. We hebben nu wel één scooter. Dus ik kan nou gaan even rondkijken. Ik ga zo even naar de winkels. En ik zal gelijk even het verblijf laten zien. We hebben dus wel wat boodschapjes gedaan. Ik en Laura hier lopend. We hebben even wat water gehaald en wat eieren. Zodat we in ieder geval wat kunnen eten. Want we hebben letterlijk nog niks gegeten. Dus volgens mij 3 of 4 uur bijna. We hebben chips gegeten. Alles wat we hadden. Maar dus vandaar. Gaan we even nu, gelukkig dat we een scooter hebben, kunnen we even wat meer boodschapjes doen. Dit is het zwembad. Daar heb je de receptie, zitgedeelte. En dit zijn hoe de kamers eruit zien. Dan hebben wij weer het hele achterste gedeelte. Ik en Laura hebben deze kamer. We hebben leuke stoeltjes. Als je binnenkomt is het echt een rotzooi, maar dit is het bed. Dan hebben we hier een kast met een tv. En dan hebben we hier de badkamer. Dit is wel echt de beste badkamer die we tot nu toe hebben gehad. Nou, eigenlijk misschien ook wel een beetje het beste verblijf, toch? Gewoon het relaxed. Ja. We hebben hier het toilet en de douche. Wat zei je? De keuken is een beetje chill. Oh, de keuken is niet zo chill. Wij gaan nu eventjes boodschapjes doen. Ik heb mij even omgekleed. Ik heb een t-shirt aan. En dit grijze broekje met deze schoenen. Wij gaan namelijk zo lekker avondeten ergens. En ik was vanmiddag natuurlijk al echt super laat begonnen met vloggen. Volgens mij was het echt gewoon 2:30 of zo. Dat komt omdat we eigenlijk nergens heen konden gaan. Omdat we dus geen scooters hadden. We hebben nu 1 scooter. En ik zie nu net dat we over een kwartiertje naar de eettent van gisteren worden gebracht. Gisteren werden we ook naartoe gebracht. Het Tropical. Daar hebben we gisteravond ook gegeten. En ik en Laura hebben de hele middag rondgereden op de scooter. Te kijken naar leuke strandjes of dingetjes. En de stranden, ik weet niet. Ze zeggen op het internet dat hier 5 mooie stranden zijn. Nou, we zijn er maar 2 geweest. Omdat het zo lang duurde van de een naar de ander. Toen hadden we echt zo van, oké, nou deze 2 stranden zijn het dus niet. Dus waarom zou die andere 3 stranden dan wel zijn? Er zitten hier vooral heel veel resorts. En naar mijn ervaring in de vorige plekken waarop je resort zit, kan je niet aan het strand zitten of naar het zwembad. Dus ja, we moeten morgen maar even wat verder kijken. Als het goed is krijgen we morgen ook 2 andere scooters. Dus beter, dan kunnen we wat beter rondkijken. Papa moet natuurlijk deze hele week werken, dus het is dan ook wel fijn om ergens een strandtent of zo te zoeken waar hij gewoon normaal kan zitten met wifi en werken. Dus dat een beetje. We hebben vandaag dus eigenlijk echt niks gedaan. We gingen pas echt wat doen toen het 3:30 was of zo. Dus heb ik alleen maar bij het water gelegen. Ik heb wat leuke foto's gemaakt vandaag. Ik heb echt deze ochtend heel goed gebruikt om een aantal goede foto's te maken. Dus volg me sowieso even op Instagram. Dat is wel echt leuk. Even kijken. Ik denk dat ik echt een stuk of 12 foto's heb gemaakt vandaag. Van allemaal verschillende dingetjes. Maar goed.
dat terzijde. We gaan dus lekker avondeten. En ik heb het hartstikke koud. Want ja, de airco staat hier echt op 16. En dat is best koud. Je zou denken dat het hier zelfs wat warm zou zijn. Dat valt vies tegen als ik naar buiten ga. Dit is bijna gewoon koud. Maar goed, ik ga richting de voorkant lopen. Want wij gaan lekker eten. We zitten bij Mayi Mayi. We zijn aan het beveren. Ik heb een pizza besteld. Laura heeft iets besteld. Inktvis besteld. Maar kijk even naar wat we toen bij Nilkema doen. Dat is toch geen eten? Oh. Ik heb gewoon niks met friet. En ik heb een margarita pizza genomen. Ik wilde, wist niet wat ik moest. Papa is te doen. Dus toen heb ik maar dit genomen. Ik had eerst een chicken sandwich. En toen heb ik uiteindelijk dus weer iets anders genomen. Dus ben ik maar voor de safe ding gegaan. En heb ik een pizza genomen. Nee, dit wil ik allemaal niet. En zo lekker aan het beveren. Ik ben thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou. Wel, we zijn weer thuis. Helemaal ready voor bed. Het eten was nou niet denderend. En achteraf bleek onze driver ook op ons te hebben gewacht. Dus we zijn eigenlijk heel snel weer terug naar de kamer gegaan. Want we wilden eigenlijk nog een beetje shoppen. Of een beetje rondkijken. Dat gebeurde dus niet. Dus we liggen nu weer met z'n allen in bed. Het is alweer 9 over 9. Dus ik ga gewoon lekker op mijn telefoon zitten tot ik in slaap val. En dan zien we morgen wel wat we gaan doen. Ik heb echt... Deze week is dus wel echt een week waarvan we dus eigenlijk echt niet weten wat we gaan doen. We weten niet waar we gaan eten. We weten helemaal niks, want hier is bijna helemaal niks te doen. Dus hopelijk hebben we morgen gewoon die scooters. Dan kunnen we tenminste wat doen. Nou, gelukkig hebben we wel één scooter, maar dan alsnog. Het is gewoon echt irritant. Het is gewoon echt... Ik snap niet dat ze dit zo hoog aanprijzen op het internet. Ik vind het heel irritant. En heel vervelend. Hè? Heel vervelend. Echt heel vervelend. Echt heel kut gewoon. Oh, dit kunnen wij dus gratis pakken. Wat is dit? Het is wel een beetje karig. Maar goed... Het is iets. We zitten nu bij de Grand Garden. En wat mensen daar op de fles lopen, dan mochten ze wat pakken. Dus ik voel net of het tasty wok is. Ik heb. Ja, nee, ik heb wat komkommer en tomaat. Is niet goed? Of de andere kleine dingetjes. Volgens mij zit er ook radijs bij, Lau. Oh, ik heb een Griekse salade vooraf. Een pasta als main course. Lekker, hè? Nee, deze saus is lekker. Oh. Voor de rest heb ik vandaag ook alleen maar chillen gelegen. We zijn... Lara, kan je dit tijdens gaan open? Een beetje rond middaguur. Zelfs ik ga naar een eten, want we hadden honger. We zijn zo lang onderweg geweest. Uiteindelijk zijn we bij Secret Café beland. Maar ik heb het idee dat we daar nog vaker gaan eten, toch? Ja, hier wel. Ja, toch? Nee, maar bij Secret Café ook. Ja, ja. Morgen is hij dicht. Ja, morgen is hij dicht. Dat is echt jammer. Ja. We hebben eigenlijk weer wat maar gevonden. Maar hier is een heel leuk oud vrouwtje. Ja, dat is echt leuk. Dus ik heb het toen niet gefilmd. Maar omdat we gaan er sowieso nog een keer eten. Dus dan vind ik het dan wel veel. Want het zag er echt heel schattig uit. En het eten was echt lekker. We hadden een broodje. Volgens mij heeft iedereen zijn vingers erbij opgegeten. Ik heb als aperitiefje een lekkere Griekse salade. Hier heb ik zoveel zin in. Moet je dat gevouwen? Het ziet er zo lekker uit. Als main course heb ik chicken penne. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Oh, hier heb ik zoveel zin in. We zijn alweer thuis. Het is nu 10:08. Het begon te regenen buiten. Ik ben de winkel even... Niemand begrijpt dit. We zagen net een filmpje over een jongetje en een meisje die... op zo'n speelding zaten. Met zij eronder en dan nog een plateau erboven. En hij zat erboven. En opeens zegt zij, het regent. En opeens zegt dat jongetje, I think I pee by myself. Nou, niet I think, I pee myself. I pee myself. En nu alles wat met regen te maken heeft, vinden we grappig. We hebben dus even snackjes gehaald. We zijn helemaal obsessed met mentos hier. Ze hebben hier ook niet echt heel veel dingetjes. Dus vandaar. En het ging dus... regenen bij het eten. Dus op een gegeven moment moesten we
een beetje gaan schuilen daar. En ik wilde eigenlijk nog meer boodschapjes doen, maar bij een andere winkel, maar het begon weer te regenen, dus we gaan lekker naar huis gaan. En ik ben echt moe. Echt helemaal kapot. Ik heb water nodig, ik heb dorst. Dus we gaan lekker slapen, joh. Het is nu 10:10. Ik ben echt pas een uur wakker, denk ik. Ik heb misschien een bakje. Granola is het eigenlijk. Ik heb net ook een gekookt eitje gehad. Het begon vanochtend super hard te regenen. Het is echt net gestopt. Ik zit eigenlijk in een beetje in een regenperiode. Dus ik weet niet of we vandaag überhaupt wat gaan doen. Ik denk dat het gewoon een dagje hier blijven is. Totdat we echt honger krijgen. En dan gaan we waarschijnlijk gewoon ergens wat eten. Wat niemand erg vindt. Nee, wij willen deze week gewoon echt even helemaal niks doen. Daar is iedereen ook echt even toe aan. En ik zou net echt papa moet werken. Van, ja, je mist toch niet veel, want 9 van de 10 keer regent het hier nu deze week. Ik denk dat het al echt 4 keer heeft geregend in 2 dagen. Dus ja, ik denk dat we gewoon lekker hier blijven. En zo niet, dan zie je dat vanzelf alweer. De camera is beslagen volgens mij. Ik heb nu ook de hele tijd als ik de uit... Ja, de camera uit, goed, ja. Wij gaan even lekker weer rondrijden met z'n vieren. Kijken naar wat eten, Starbucks, kijken, hoop ik vinden dat nu wel. Ja, maar ik heb hem niet gevonden op MapsMe. Ja, daarom. Ik zei al, we moeten naar dat andere dingetje. Ja, maar dat andere dingetje heb ik ook niet gevonden. Dus we gaan gewoon letterlijk op de Bonnefoy. We zien wel waar we uitkomen. Nee, ik heb wel een foto gemaakt. Het is vandaag echt bloedheet. Het is warm als je ineens van de airco naar buiten komt. Echt heel warm. We hebben de Starbucks weten te vinden. Ik heb lekker een ijscappuccino. En een tonijn. Broodje. Tonijnbroodje. En ik weet niet nou wat ik er helemaal van vind. En Stevena heeft iets van een mango, milk, wat was dat? Ijs, mango, milk, nog wat. En dit is zo lekker. Ik heb het idee dat ze hier ook allemaal andere dingen hebben dan in Nederland. Ja, dat denk ik ook. Toch? Dit is hoe het eruit ziet. Het stinkt wel echt heel erg. Wat is dit? Is met raisin, toch? Ik weet niet. Volgens mij is het met raisin. Oh, dit is gewoon zo'n liga koekje. Ja, eigenlijk wel, ja. Toch? Ja. Nou, zit er nog gezellig. Heb je nog een beetje open? We hadden het dus niet gevonden, maar het is helemaal verstopt hier achter. En dan heb je hier nog een hele mal zitten waar je eerst doorheen moet. Vandaar dat we het vorige keer dus niet konden vinden. Dit is de binnenkant van de mal. We zijn een beetje aan het rondlopen. We kopen hier kippenpotenoorbellen. Heel interessant. Wij komen letterlijk net van de Starbucks. We rijden hier het bochtje om. En we hebben gewoon een flat tire. Dit wiel ging gewoon... Het leek net alsof dat wiel gewoon onder ons vandoor ging. Mama zag, dit is glad. Ik zeg, nou, dit is niet glad. En daarna stopte ik en ik gaf opnieuw gas. En toen dacht ik, oh, freak. We hebben een flat tire. Dus nu zijn Laura en Stefano weg. Om te zeggen tegen die eigenaar dat we een flat tire hebben. Want we hebben natuurlijk ook geen internet, dus we kunnen helemaal niks. Totdat mensen ons komen halen. Ja. Dat is wel echt de top, hè? Aan Indonesië geen internet hebben. Ja. Je zou maar dit overkomen en je kan gewoon niks doen. Gewoon niks. Dus nu zit ik en mama lekker bij de ziekenhuis. Ziekenhuis. Met z'n tweeën te wachten tot Laura zullen terugkomen. Want meer dat kunnen we toch niet doen. Gelukkig is Del dichtbij. Dus. Ja, dat is wel echt heel fijn. En ja, gelukkig weten we ook een beetje de weg hier nu. Ja. Maar we dachten even dat we op ons bek gingen, letterlijk. Nou, ik ook. Ik greep je ook meteen helemaal vast. Ja. Oh mijn god. Ik vind het ook, deze scooters zijn ook totaal niet betrouwbaar. Want als ik kijk naar Laura de scooter, die met die elektrische sleutel open gaat. Die band is ook heel zacht. Oh. Dat is wel een nieuwere scooter. Die scooter hebben wij volgens mij niet eens in Nederland, zulke scooters. Nee. Maar goed, wij gaan hier lekker in de schaduw wachten tot iemand ons komt halen. Nou, de scooter is opgehaald. Stefano en Laura hebben ons opgehaald met andere scooters. En we gingen even naar de supermarkt, dus dat gaan we nu doen. Water halen, wat granola. Aangezien papa aan het werk is en eigenlijk niet echt mee kan naar eettentjes en zo, omdat hij gewoon moet werken, dan heeft hij tenminste ook gewoon wat te eten. Maar goed, die man heeft de scooter opgehaald. En
En hij rijdt nu zelf met een lekke band terug. Super gevaarlijk. Maar goed, hij zegt ja, dat doen we zo. En ik zit voor het eerst weer achter op de scooter. Ik vind het een beetje eng, maar het gaat prima, hè? Ja. Goed zo. Ik heb mij even omgekleed, gedoucht. En ik heb deze jurk aan. Eigenlijk voor het eerst. En we gaan alweer bijna weg. En we hebben net was teruggekregen. Alleen de was was nog niet droog. Dus we hebben het nu echt overal opgehangen. Daar hangt dan mijn ondergoed. En een jurk. En hier in de kast heb ik twee topjes opgehangen. Hier een jurk. En hier twee topjes van ons. Het heeft natuurlijk de afgelopen dagen geregend. Dus vandaar dat het zo vochtig was. Maar ik heb ook het idee dat het heeft gestreken. Dat het soort van een beetje droog heeft gestreken. Mama zei nog net, ja, ze hebben het ook laten strijken. Alleen, het is nog niet droog. En het stomme is dat de kleding van papa en Stefano letterlijk alleen maar t-shirts zijn. Dus dat duurt echt eeuwen voordat het droog is. Maar goed, wij gaan nu lekker eten ergens. Ik heb nog geen flauw idee waar. Maar goed, dit is dus de outfit. Wat heb ik hier? Oh, dat was. Maar dit is dus mijn outfitje. Eigenlijk heb ik deze jurk aan. En ik heb ook rode lipstick op gedaan. En roze eyeliner, maar dat zie je echt heel slecht. Ik heb dus geknoeid op mijn jurk. Met saus. Toen dacht ik, als ik dit nou doe. Dit zit ook hartstikke leuk. Het is gewoon een rokje. In plaats van een jurk. Maar goed, niet voor nu, want nu ga ik gewoon mijn bed in. Maar ik heb dus met mushroomsaus lopen knoeien. Wat echt zonde is. En nu moet deze jurk in de was. Fuck, ik kan hem niet. Hij moet over mijn hoofd uit. Oké. Maar goed, dat dacht ik even aan. Het is wel leuk zo. Oké, niet zo, maar ingeklapt. Maar hier zie je nu helemaal een vlek. Want mushroomsaus is bruin. Dus dat ga je zien. Maar gelukkig ga je nog wassen. En oh my god, kijk hoe vettig mijn haar is. Het is gewoon insane. Gewoon niet te doen. Maar ik wil het wel iets langer uitstellen. Zo ook weer in Nederland normaal mijn haar kan wassen. Zeg maar dat ik niet zo vaak mijn haar hoef te wassen. Maar die helmen in het weer helpt totaal niet mee. Maar goed, doe het er maar even mee door. Ik zit dus nu aan het ontbijten bij een Secret Café. Kijk hoe leuk het hier eruit ziet. Echt heel schattig. Ik heb een Energy Morning Smoothie Bowl met een watermeloen en een koffie. Ik kom weer net onder de douche vandaan. Ik heb een hele leuk jurkje aan. Ik ben vandaag goed verbrand. En dat is wel lekker, omdat we natuurlijk over een paar dagen weer terug naar Nederland gaan. Ik heb wat olie in mijn haar gesmeerd. Ik heb wat aloe vera gel-achtig. Ik zal het even laten zien. Even kijken. Dat is deze. Aloe vera. Er staat aloe vera smooth en moisturizing. En dat is dus voor je haar, voor je voeten, voor je gezicht en je handen. En ik heb deze keratase. Ik weet echt niet hoe je dat uitspreekt. Deze. En deze olie hadden ze in mijn haar gehaald voordat we vakantie gingen bij de kapper. Dus laat ik nu lekker even intrekken. En volgens mij slaapt de rest. Het is nu bijna 6:15. Dus ik denk dat we zo meteen wel even de rest moeten laten weten dat ze zich klaar moeten maken. Zodat we wat ergens wat kunnen gaan eten. Maar goed, we hebben dus vandaag weer de hele dag in de zon gelegen. Ja. Is wel echt top. We zouden zogenaamd naar het strand gaan. We hebben daar eventjes gekeken. Er lag zoveel plastic dat we dachten, nee, we gaan wel gewoon naar het zwembad hier. Dus we hebben nu ook gewoon besloten dat we dat ook gewoon niet meer gaan proberen naar het strand. We gaan gewoon lekker hier bij het zwembad liggen. We kunnen hier lekker bruin worden. Prima. Nou, we gaan hier eten bij de Sportsbar en Grill. Volgens mij is het ook nog eens karaoke naad. Dus wie weet. Nou, we zitten net bij de karaoke bar. En ik en we gaan nu even koffie halen bij de Starbucks. En op het moment dat ik wilde filmen, als ik karaoke zingen waren, stopte die. Nee, dat is niet best goed. Nee. Oh, dat is toch gewoon een scooter die niet van de war is. Zelf, hoor. Is dat niet mijn scooter?
Nee. Waar staat mijn scooter dan? Oh, mijn scooter staat niet daar. Maar goed, dus dat is jammer. We zijn dus nu een quiz aan het spelen. Maar we hebben al gegeten en we gaan nu eens even koffie halen bij Starbucks. Nou, we zijn net terug. We hebben de Starbucks gehaald. En ik dacht ik ga dat lekker opdrinken, maar dat ga ik eigenlijk helemaal niet doen. Want als je misschien weet van de vorige Bali vlogs, heb ik een voedselvergiftiging opgelopen en daar heb ik af en toe nog steeds last van. Zoals vandaag. Dus dat wordt geen koffie. Dus dit moet ik, waar zou ik dat neerzetten? Zodat in de badkamer ik, hè? Want het gaat smelten, want er zit gewoon ijs in. Ja, nou, ik denk dat het wel heel erg warm. Ja, nee, maar ik bedoel, het lekt toch? Er zit allemaal ijs in. En daaronder zit nu suiker. Dat zie je nu. Het ziet er heel raar uit. Dus ik denk dat ik hem gewoon hier ga neerzetten. Ja, de ene keer heb ik er wel nog steeds last van. De andere keer heb ik er weer geen last van. Nu heb ik er weer last van. Ik zal het niet helemaal, het is een beetje gek. Ook als ik kijk wat ik vandaag heb gegeten. Het gaat echt helemaal nergens over. Maar goed, ik ga dus nu lekker mijn bed in. En dan... hopelijk gaat het wat beter. Ik heb een beetje buikpijn. Maar goed, het wordt dus geen koffie. Het is vanmorgenochtend. Jammer genoeg. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben me aan het insmeren met zonnebrand. Ik heb de kini al aangetrokken. Ik ga denk ik zo lekker even in de zon liggen. Ik heb nog niet ontbeten. Dus dat ga ik zo meteen ook eventjes doen. Lekker met granola met yoghurt. Dat is echt mijn favoriet. En ik heb natuurlijk ook nog de koffie van gisteren. Die er echt totaal niet lekker uitziet door dit. En ik ben gisteravond een nieuwe serie begonnen op Netflix. Het heet Manifest. En het is oprecht echt een aanrader. Het is echt een leuke film. Het gaat over een stel passagiers die in een vliegtuig terug naar huis gaan. En vervolgens 5 jaar later pas aankomen. En terwijl dat voor hun dezelfde dag is. En voor hun is het dezelfde dag. Dus dat is best gek. En er gebeuren allemaal gekke dingen. Dus het is echt oprecht een aanrader. Daar ben ik dus nu mee begonnen. Het heeft volgens mij 3 seizoenen. Dan ben ik bij aflevering 5. En ja, voor de rest. Ik ga lekker de hele dag in de zon liggen. We hebben nog maar een paar dagen hier. We gaan zondag hier weg. Dus we hebben nog 2 hele dagen hier. En ik dacht, ja. Laat ik maar goed gebruik maken van het feit dat de zon schijnt. Ook al schijnt in de zon in Nederland ook echt prima de zon. Maar je wordt je toch iets sneller bruiner. Dus in ieder geval, dat is voor nu de planning. En ik ben wel een beetje verbrand van gisteren. Maar goed, dat is niet erg. Hè? Wat verbrand wordt, is wordt uiteindelijk bruin. Dus dat is helemaal top. Wel, we zijn weer opnieuw aan het inpakken. Ik zit gewoon in mijn bikini hoor. No stress. Want morgen gaan we de hele dag naar Uluwatu. En die zaken kun je allemaal niet verhuizen. Hoezo, dat moet je weer dus we willen eigenlijk al een beetje ingepakt zijn voor maandag dat we gaan vliegen. Want we hebben geen zin om weer alles in uit te pakken. En mijn koffer is een beetje aan het sneuvelen, dus die moet eigenlijk dicht blijven. Dus vandaar dat we hier al hebben ingepakt. Al mijn kleren uitgezocht van de aankomende paar dagen die ik aan ga doen. Naar het strand en onderweg, s'avonds. Meid, dat goed. Met goed! Nee. Dus ja, we zijn een beetje aan het opruimen. Dat is wel lekker, aangezien we morgen de hele dag niet hier zijn. Make-up kunnen we nog niet echt opruimen. En alle vieze was morgen en zo zijn we niet gebruiken. Ik kan het eruit halen, oké. Okay. Zal ik dat even doen? En alle vieze vuilnis opruimen. Dental kit. Ja, gewoon een beetje zodat we de laatste dag niet zoveel hoeven te doen. Niet dat het heel erg is aangezien de koffers echt zo zijn ingepakt. Maar gewoon, het is ook gewoon chill om alles een beetje op een rustige plek te hoeven doen en niet alles moeten doen. En dan gaan we zo meteen natuurlijk weer lekker uit eten. Waarschijnlijk gaan we naar Tropical omdat iedereen daar happy is met wat ze daar hebben op nu. But I'll let you know. Ik heb net als appetizer een springbol gehad, 2. Ik heb net een pasta carbonara gedeeld met Laura. Een chicken barbecue pizza gedeeld met Laura. En nu delen wij een Nutella banaan pizza. Kijk even hoe die eruit ziet. Ik wil een hapje.
zo bestellen. Oh, hij is heel erg lekker. Ja. Maar dit is een beetje dikker dan Nutella. Van, wat meer, het is gemengd met iets. Mm. Zo lekker. Dit nog nu voor 3 dagen vol zit. Zo, oprecht. Is dit eerder had geweten? We zitten lekker op het strand in Ulaanbaatar. We zijn helemaal hier naartoe gereden omdat we hier lekker strand hebben. Terwijl we hier dus gewoon een week hebben gezeten, gewoon één keer naar het strand zijn gegaan. Maar bij de Nusa Dua was het strand echt heel voor. Dus we zitten net hier op het strand. Het is echt heerlijk zee. En het is ook super mooi weer. Het gaat lekker bruin worden. Ik denk dat we hier gewoon de hele dag gaan zitten. En waarschijnlijk hier echt vanavond iets gaan eten. Maar in ieder geval de hele dag op het strand gaan zitten sowieso. Echt bruin worden voor de laatste dag. Morgen gaan we natuurlijk verhuizen naar het vliegveld. En gaan we morgen vliegen. Dit is ook echt onze laatste relaxdagje. We zijn net terug van Uluwatu. Ik heb eigenlijk niet zoveel gefilmd. Ik ben in slaap gevallen op het strand. En toen ik net een tijdje wakker was, zijn we eigenlijk alweer wezen eten bij de loft. En ik ben helemaal verbrand op mijn bil. Helemaal. Wel van de achterkant. En toen zijn we daarna gelijk doorgereden naar Starbucks. Dus ik heb koffie gehaald en we hebben een lekkere toetje. We hebben een red velvet stukje en een dark chocolate stukje. Dus die gaan we zo lekker opeten. We hebben net ook de was gekregen. En vorige keer was hij dus vochtig. En nu weer. Dus we hebben nu echt van alles verzonnen om het overal op te hangen. Dus we hebben de stoelen en zo naar binnen gehaald. En het wasrek hebben we ook naar binnen gehaald. Zodat het kan drogen. Want morgen moet het wel gewoon mee. Morgen willen we het namelijk wel gewoon droog inpakken. Want wat hier allemaal nu gewassen is, dat gaat gewoon in de koffer. En we hebben allemaal onze spulletjes voor de aankomende 2 dagen al eruit gehaald die we willen dragen, et cetera. Dus dit gaat gewoon in een koffer mee terug naar Nederland. En zo chill, want als we thuis komen hebben we gewoon minder was. Dus dat is wel echt top. Nu nog lekker douchen en dan morgenochtend de laatste spulletjes inpakken. En dan gaan we blijkbaar naar een Hilton hotel. Het heet Hilton Inn Garden nog wat. Dus ik weet nog niet of het echt een Hilton hotel is, maar het heet in ieder geval wel Hilton. Dus dan gaan we daar een nachtje nog slapen. En dan gaan we morgen vliegen. We zijn aangekomen bij het hotel. En we zitten gewoon echt wel in een Hilton hotel. Ik zal je even laten zien hoe het eruit ziet. Het is echt bizar mooi. Dit is het zwembad. Met het terras. En dit is hoe de binnenkant eruit ziet. De lobby. En dit is onze kamer. We beginnen bij de badkamer. Hey. Nou, niet zo heel denderend. En de douche. Dan hebben we hier een mooie kast. En een enorme spiegel. Het is wel echt jammer dat we hier maar een dagje blijven. Eén nachtje slapen. Dan is dit het bed. En we hebben uitzicht op het vliegveld. Want het vliegveld... Oh, dat zie je echt net niet goed. Maar het vliegveld ligt daarachter. Dus dit is onze kamer voor de volgende 24 uur. We hebben een lopend buffet als ontbijt. Oh mijn god. Allemaal fruit, yoghurt. Oh mijn god, je kan hier helemaal omheen lopen. Wat leuk. We hebben onszelf een zeer belovend ontbijt gegeven. Niet te doen. Volgens mij hebben we alles wat we konden pakken hebben gepakt. We zitten al een tijdje op het vliegveld. Het is nu 2:30. We gaan over 20 minuten boarden. Dan gaan we richting Singapore. 14:28 gaan we boarden. Nog later. 14:28. 14:28, dat is nu. Ja. Nee, we gaan 14:50 boarden. Nee, 14:50 gaan we weg. Nee, dat is de incheck. Nee, kijk maar, het staat nu 14:28. Maakt niet uit, we gaan zo boarden. 14:50 vertrekken. We gaan dan lekker richting huis. Dan wil ik gelijk ook deze vlog afsluiten, want ik ga nog niks meer filmen. Want de hele weg is hetzelfde als de terugweg. Dus bij deze vond je de vlog leuk. Doe even een duimpje omhoog, abonneer op de kanaal. Doei!